En dit is het, het beruchte wandkleed uit Venezuela. Klopt. Je kan er ook een pannenlap op hangen. Dat lijkt me ook niet mooi. Ja. Je kan er ook een drol tegen de muur plakken. In Amersfoort zorgen een Venezolaanse wandkleed en een bloembak voor heel wat gepraat in de wandelgangen. Hoor ik dit nu goed? Worden wij zo behandeld? Ik kan dat niet begrijpen. Ik wil dat hek niet eens. Nou, ik vond er niet een reet aan. Stelletje zeikers, of ze Rotterdams gezegd. Hij zit zo met de veer. Ja, daar gaat hij weer. Welkom bij NCRV's Rijdende Rechter. Als Harny de Jager de bloemetjes buiten wil zetten, neemt de Vereniging van Eigenaren van haar flatgebouw geen halve maatregelen. In 2003 neemt Harny de Jager haar intrek in haar appartement in een gloednieuw flatgebouw in Amersfoort. Lekker licht, voorbij groot genoeg. Een mooie omgeving, waterpartij, vrij uitzicht, kinderen die spelen op het speelveld. Ja, gewoon heerlijk. Kort na haar intrek hangt Harny een paar bloembakken aan haar balkonreling. Ik ga mijn balkon een beetje aankleden, ja. Ik ga wat bloemetjes ophangen, wat planten neerzetten. En omdat ik een heel smal balkon heb, dacht ik van nou, ik hang ze dus buiten mijn balkon. De flat heeft samen met drie andere flats een vereniging van eigenaren. Voorzitter is Bert van Hout. Ja, nou, het hele bestuur is een... bloedserieus bestuur. Er zit nogal een kapitaal in. En de bestuurder is eigenlijk de groep mensen die ervoor is om te zorgen dat de gebouwen ook hun waarde behouden. Zoals de gebouwen toen neergezet zijn, willen ze ze graag in stand houden. En daarbij past niet, als iedereen aan de buitenkant bloembakken gaat hangen, allemaal verschillende bloembakken, allemaal verschillende bloemen erin. Dat hebben we toen bewust gezegd van dat willen we niet. En toen kreeg ik bezoek van de Vereniging van Eigenaren. Dat ik dus mijn plantenbakken weg moest halen. Omdat het dus niet toegestaan was om bakken buiten de balustrade te hangen. Ik denk, waarom moet ik mijn bloembakken weghalen? Ik doe daar niemand kwaad mee. Als ze naar beneden vallen, kan er hooguit een verdwaalde eend in hem op zijn hoofd krijgen. Maar voor de rest niemand. Harny haalt de bakken tijdelijk weg. Maar dan dient zich een nieuw probleem aan. Samen met haar buren kleedt Harny de gezamenlijke hal aan met een Venezolaans wandkleed. Toen kregen we een week of drie daarna iemand aan de deur van de Vereniging van Eigenaren en die klacht had gekregen. Dat het kleed verwijderd moest worden, omdat er geen toestemming voor was gevraagd. De begaande grond, daar komen 22 mensen, allemaal net zo vaak naar binnen als dat ze naar buiten gaan. We hebben met elkaar afgesproken dat we voor die begane grond, om daar wat neer te hangen, 22 mensen, eigenaren het ermee eens moeten zijn. En er is niet afgesproken 21. Nou, dan krijg je wel iets van, we gaan er wel wat haartjes omhoog van. Jongen, waar maken ze zich druk over? Over zoiets, iets belachelijks kleins. Rijdende rechter, ik voel me een gevangene van het huishoudelijk reglement. Mijn kleed moet blijven waar het nu is. En mijn bloembakken moeten buiten de balustrade mogen halen. Rijdende rechter, wij zijn van mening dat de regels zoals deze zijn vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering ook gelden voor mevrouw de Jager. En dat betekent dus dat de bloembakken naar de binnenkant van het balkon gaan en het wandkleed verwijderd moet worden. Nou, hartelijk welkom allebei. Ja, meneer Van Hout, u maakt zich druk om niets, zegt mevrouw de Jager. Een paar bloemakken en een wandkleed. Heel Nederland zit weer te kijken en ik denk, jongens, waar gaat het toch allemaal weer over? Dat laatste had ik ook. Waar gaat het over? Ja, maar ja, u maakt zich er druk over. Ja, de vereniging maakt zich er druk over. Hè? Want de vereniging is niet, ben ik niet ik alleen. Nee. U kreeg dus klachten over dat kleed, hè? Hoeveel klachten? Als bestuur zijn we ervan bewust, als mensen komen klagen bij het bestuur, gaan ze ook al een drempel over. En we kregen... Hoe bedoelt u daarmee? Het is niet zo dat de sfeer in de gebouwen zo is dat als iemand iets doet, dat men gelijk naar het bestuur loopt. Nee. Okay. Nee, er zijn maar een paar bewoners waar klachten over zijn. Ja, die komen altijd, zijn altijd dezelfde bewoners die naar de VVE gaan. En niet eerst bij de persoon zelf komen bellen. Dat weet ik niet. Nou, maar even de vraag van Mieke beantwoorden. Er zijn 6 personen
Die hebben geklaagd. Over het wandkleed. Over het wandkleed. Ja. In totaal zijn er hoeveel huishoudens? Er zijn 22 bewoners. En er zijn er dus zes daarvan hebben geklaagd. Hebben geklaagd. Maar goed, u zei net, de mensen doen dat niet zo gauw. Die gaan niet zo gauw naar de VVE. Nee. En toen hoorde ik u dat zijn wel mensen die dat wel gauw doen. Ja. Ja, hoe heet u dat? Nou, omdat ze dus niet eerst bij mij even aankomen bellen en komen vragen van, goh, of komen zeggen van, moet je luisteren. Je hebt dit opgehangen, je had eerst toestemming moeten vragen. Daar had u wel wat prettiger gevonden. Als precies, dat ik vind dat rechtstreeks veel prettiger als ineens via een vereniging. Ja. Zo werkt het bij mij wel. En dat, ja, als je dan ineens achter mijn rug om zoiets doet, dan word ik heel erg boos. Het is een beetje zo van klikken bij de meester in plaats van gewoon zeggen van, hey, doe nu zo stom. Nou ja, u begrijpt wat ik bedoel, toch? Ja, ik begrijp precies wat je bedoelt. En er zijn gelukkig maar een paar mensen waar regelmatig klachten over zijn. En hoort mevrouw de Jager daarbij? Hanni hoort daarbij. In het geval van het wandkleed krijg je dus 6 klachten. Toen is er eerst een bestuurslid langs gegaan die de wind van voren kreeg. Oh, hebt u hem de wind van voren gegeven? Helaas. Vertel eens. Wat hij kwam op een moment dat ik dus heel veel pijn had en plat op de bank lag met de hernia. Ja. En dat kwam even bij me in het verkeer, ik heel gehad. Maar ik heb mijn excuus aan Johan aangeboden. Ja. Daar zit hij. Is die er? Daar zit hij, ja. Is het allemaal weer goed gekomen? Ja, oh. Ik ben als tweede bij haar gaan praten. Ja. Dat was overigens een heel gezellig en prettig gesprek. En toen hebben we afspraken gemaakt. En toen zei Hanni van, er is toch niemand die in mijn gezicht durft te zeggen dat wandkleed er niet mag hangen. En ik vond dat ze daarin wel een punt had. Want mensen moeten dan ook gewoon aangeven, wij willen het niet. Ik zei, joh, ik draai een lijst voor je uit. Loop je langs, kunnen mensen ja, nee zeggen. En krijg jij je handtekeningen. Dan mag van ons het wandkleed blijven hangen. Ja, en toen bent u met die lijst, bent u langs al die mensen gegaan. Ja. En toen? Had ik 2 personen die tegen waren en 20 voor. U zegt, als 1 iemand zegt nee, gaat het niet door. Ja. Dus wat vindt u daarvan? Nou, ik vind dat ergens helemaal niet correct. Ik snap ook niet dat dat ooit in zo'n reglement is gekomen. Dat dus voor zoiets 22 personen moeten zijn om het goed te keuren. Dat hebben gewoon de bewoners gedaan. Zeg maar, de Hannies van dat moment. Die hebben gezegd van, nou, de mensen die op zo'n verdieping komen, als die het er met z'n allen mee eens zijn, dan mag er dan wat opgehangen worden. Ja. We hebben met z'n allen afspraken gemaakt over een aantal dingen. En daarvan vindt Hanni dat die niet voor haar gelden. Ja. Dus ik stel voor dat wij eerst eens even gaan kijken naar de plek des onheils. Ja. Nou, we kunnen er gelukkig ook nog een beetje om lachen. Tijdens het locatiebezoek kijkt meester Visser hoe kunstzinnig de openbare ruimte in de flat zijn aangekleed. Dag mevrouw. Goedemiddag, meneer Visser. Bertrand. Dit is uw flatgebouw. Laat u me maar zien. Waar moet ik heen? Dit is het eerste stukje van de hal. En dan kom je door deze. En dan kom je eigenlijk in, ik zal maar zeggen, dit is eigenlijk enkel voor de bewoners bedoeld. Hè? Ja, precies. En dit is het... beruchte wandkleed. Het beruchte wandkleed uit Venezuela. Klopt. Ja, ja. En een bloembak, van wie is die? Die stond de buurvrouw hiernaast. Ah. Er is ook geen toestemming voor gevraagd, die staat er al maanden. Ah. Mag dat wel? Officieel ook niet dan. Nee, als daar bewoners ook een probleem mee zouden hebben, dan uiteraard neem je als bestuur actie. Ja, ja. En is een schilderij. Oh, en van wie is dat? Het is ook van mij. Maar oh, ook van u? De buurvrouw vond het erg mooi, dus... Ja, ja. Die is een tennisspeler. Ja, ja. Hier staat, kan je het zien. Van die kant zie je het niet. Nee, en nu is het... Deze kant wel. Ja. Oké. Okay. Misschien makkelijker geweest om echt een tennis te maken. Ja. En hangt er nog meer van dit soort kunst? De vierde etage. Nee, derde. Derde etage. Dit is de derde etage. Ik zie hier weer een plant. Ach, kijk eens aan. Huisvlijt. Welkom, een beschilderde dakpan. Ja. En dit is huisvlijt, hè? Ja, van de kinderen hadden het, de opa die had het voor de kleinkinderen. Oeh, deed hij nou maar. En toen hebben ze dit bij elkaar gemakkelijk mee. Ja, ja. En daar is ook een verhaal alvast ook dus iets. En daar hangt ook nog een... Ja, het, is, het is een klein museum geworden. Een middeleeuwse voorstelling. Enige jonge lieden die zich vermeien in de natuur met luidspel. Ja, mag dit wel ook eigenlijk niet? Toch? Ja, natuurlijk wel. Als we zouden bewoners met elkaar eens zijn die op een verdieping komen, dan mag het. Als iedereen het hier wil, dan mag dit. Dan mag dat, ja. Maar niemand heeft het aan elkaar gevraagd. Iedereen, onafhankelijk van elkaar, is opgehangen.
En ja. ze vinden het niet allemaal mooi, maar ze hebben zoiets van, oké, als iemand dat wil, prima. Het is natuurlijk een wat huiselijke uitstraling. Ja. En dan kiezen sommige mensen voor jou, hè? Ja. Nou, dan gaan we weer naar beneden, want er was nog een probleem. Ja. De bloembakker. Waar is uw flat? Oh, hier. Daar gaat het eigenlijk om. Om deze bakker. Er krijgt niemand iets op zijn hoofd. Er krijgt niemand wateroverlast. Nee. En omdat het hier vrij smal is, denk ik, nou, hang ik ze netjes in. Ja, maar als je ze andersom moet hangen, dan? Dan wordt het hier wat smaller. Nou. Nou, als ik dan met mijn kleinkinderen en met mijn kinderen hier zit, dan wordt het allemaal een beetje... Een beetje krapper. Kijk uit voor uw jasje. En dan ook nog... Ik had ook nog 200. Ja, ja, ja. En dit mag wel. Ja, ja. Hier is niks op tegen. Het aanzicht van het pand. U wilt dat het uniform blijft. Ja. Even, dan kan ik zo... Oké. Kijk uit, zitten prikkels in. Laten we allemaal niet over hebben voor het recht, mevrouw. Even kijken. Ja, dit zijn eigenlijk de enige... Ja, balkon. Ja. Ik heb het wel gezien. Ik zie u straks terug voor de hoorzitting. Jazeker. En dan gaan we even rustig over de zaak praten. Okay. Tot straks. Ja, tot straks. Nou ja, we hebben het net gezien. U zegt, ze verpest met die bloembakken het aanzicht. Maar zij is de enige met bloembakken, hè? Klopt. Het punt is dat als je toestaat en dan de buitenkant, het gebouw, het aanzien veranderd wordt... Ja. Dat je daarmee het risico loopt van waardevermindering van de woningen. Waardevermindering? En dat is... Ja? Is dat nou zo? Je hebt zo? Nu gezien. Nou, je hebt gezien, als je zo aan de binnenkant hangt, blijf je ze ook zien. Dus blijf je hetzelfde, heb je hetzelfde effect. Ja. Dan zie je ook iets, dat is waar. Maar ja, alle andere bewoners hebben een keurig netjes aan de binnenkant hangen. Maar weet u, ik vind het zo gek van die waardevermindering. Nee, zal ik uitleggen. Kunnen plantenbakken nou voor waardevermindering zorgen? Yes. Bent u daar nou serieus over die waardevermindering? Dat ja. Een paar bakken hangen? Als jij dat kan ik gewoon helemaal niet geloven, zoiets. Als jij iets koopt, ja. Of je iets wil hebben, ja? Beslis je in de eerste 10 minuten. En geen seconde langer. Ja, maar dat hangt toch niet af van een paar plantenbakken? Dat hangt af van je eerste indruk. Als dat zo zou zijn, nou, dan haal je ze weg en dan is de waarde weer vermeerderd. Klopt. Maar dat is ook exact het enige wat we willen. Dus dan denk ik, ja. Ja, maar dat is ook precies wat we willen. Je haalt ze weg. Dan is de waarde weer vermeerderd. Maar goed, u zegt, Hanny is een geduchte tegenstander dus. Ze heeft wel moeite om de afspraken die binnen de vereniging gemaakt worden, om die gewoon loyaal na te komen. Ik heb wel eens gezegd, als we in het huishoudelijk reglement hadden gezet dat de bloembakken aan de buitenkant moesten hangen, dat Hanny ze aan de binnenkant gaan hangen. Nee, vind ik niet. Ja. Nou goed, u maakt nu een hele strenge indruk, maar ik begreep dat er ook wel eens kwesties zijn geweest waar u wat minder streng met opgetreden. Ja. Kijk, er zijn klachten geweest. Hanny heeft dan een lamp opgehangen boven de balkon. Een puist aan de buitenkant met een dikke draad ernaartoe. Ja. Mag niet. Nee, maar wel voor mijn beveiliging. Als een voorbeeld bij mij... waarvan mensen bij ons komen klagen als bestuur. Oh. Waarvan we zeggen, we vinden het jammer dat ze niet gevraagd hebben. Ja. Want we hadden wel een ander plekje voor kunnen verzinnen. Ja. Maar, we gaan niet tegen de zeggen die lamp moet weg. Nee, dat is zielig. Dus... Maar ja, die mensen klagen dan misschien wel heel erg vlug, hè? Daar. Ja, ik vind het een stelletje zeikers op zijn Rotterdams gezegd. Sorry. Ja, dat mag nu ook op. Ja, maar goed, dus het is, ja, een kwestie van hoe je het bekijkt. De restbewoners, of tenminste sommige van die mensen, die vinden haar lastig. En zij is gewoon van, zeurpieten. Ja. Dat is het. En nu zit het tussenin. Klopt. Hè? Ja, ook niet in het bestuur moeten gaan zitten. Nee, u draagt het manmoedig. Ja. Nou ja, weet je wat, we gaan eens naar de hoorzitting toe. Dat lijkt mij een goed moment. Tijdens de hoorzitting blijkt dat mevrouw de Jager in de regel haar eigen gang gaat. Welkom, we zijn hier in de gemeente Amersfoort. En aan de orde is de zaak van mevrouw de Jager Bartels tegen de Vereniging van Eigenaars Aquavista met voorzitter Van Hout. Mooie. Vier flatgebouwen. En mooi, die hebben al prachtige namen. En ik zie hier waar u woont, mevrouw de Jager, dat daar 22 bewoners zijn. Klopt. Door mij kort samen aangeduid als de bevers. Ja, ja, zo heet het daar, hè? Ja. De bevers. U vindt het wandkleed mooi? Ja, redelijk. U heeft alle bevers gevraagd. Ja. En op twee na,
namelijk de beversrem en de bevergeest, vonden ze het wel goed dat u het daarop hing. Ja. Maar goed, de beversrem en geest moeten er ook voorbij en nemen er kennelijk aanstoot aan. Ja, ja, ik heb nog een briefje, een e-mail ontvangen. Ja. En dat is dan afkomstig van de geest. Die is niet aanwezig. En die zegt, ja, dat wil ik allemaal niet, want dit huishoudelijk reglement staat dat allemaal niet mag. Dit object is mijn doorn in het oog en is niet representatief voor ons gebouw. Naar mijn mening moeten we hier niet aan beginnen, want dan is het hek van de dam. Zo zou het één grote poppenkast kunnen worden. Want smaken verschillen we eenmaal. En dat komt de bever, maar ook de drie andere complexen niet ten goede. Dat zijn zijn woorden, maar het bestuur staat er wel achter. Ja, als je zo uitgebreid in de algemene ledenvergadering over dit punt gesproken hebt, toen we het huishoudelijk reglement maakten, ja, dan rest je niks anders dan om aan je te vragen van of te zorgen voor de 22 handtekeningen of het kleed te verwijderen. Ja, en meneer Van Geest is dus niet een van de nee-zeggers. Nee. Meneer Rem, een van andere, is die er wel? Ja. Ha! U bent de enige nee-zegger in de zaal vandaag. Ja, een hele eer. En de voorzitter natuurlijk, maar... Ja. Maar dit doet dat Amtshalve doet hij dat. Nou, ik ben het niet eens met het kleed. Ik vind het niet mooi. Ik vind het eerlijk gezegd foeilelijk zelfs. En daarnaast, als wij mevrouw ontheffing zouden geven, is dat een vrijbrief voor een ieder om de gangen vol te gaan hangen. Maar luister, u woont op de vierde, hè? Ja, klopt. Wat heeft u daar nou van last van beneden? Heeft u verder niks te zoeken? U komt de lift uit en gaat naar buiten? Ja, onze visite bijvoorbeeld komt door de centrale hal. De visite? Ja. De visite? Nou, zelf loop ik er om mijn post te halen. Ja. Voor het algemene beeld van het gebouw vind ik het niet correct dat iedereen daar dingen kan ophangen. En zeker in het oog springende dingen als dit kleed met nogal felle kleuren. Ja. Het is zeer aanwezig en ik vind het niet vrij. Het is ook zo'n klein dingetje. Nou... Nee. Snel oranje, blauw. Ik verbaas me over hoe klein het eigenlijk was. Verbaas ik mij over. Ik dacht, er hangt een immens wandkleed. Nee, het is een kleine vierkante meter, denk ik. Je kan er ook een pannenlap op hangen. Dat lijkt me ook niet mooi. Ja. Je kan alles daar gaan ophangen. Het is maar zo groot. Het is niet vrij. Het gaat toch niet op de grootte? Nee. Je kan er ook een drol tegen de muur plakken. Ja. Dat is nog kleiner. Dat is maar ik kan u niet zien. Wie, misschien wilt u even gaan staan. Ja. We gaan praten, heel lang praten over hoe groot mag het dan zijn. En meneer stoort zich eraan. Ja. Meneer wil dus niet. Nee. Nou, dan is het dus zo. Dus een reglement van de bestuur, klaar. Nou, dat is duidelijk. Dat is duidelijk. Ja. Dat is heel duidelijke taal. Ja. Ik wil die drone nog wel even ophangen. Maar ja, wat meneer bedoelt te zeggen is, ja, als we dit gaan toelaten, dan kan iedereen van alles wel gaan ophangen. En dan moeten wij allemaal tegenaan kijken. Ja. Nou, ik ga eventjes de regels. Door sommige mensen ook wel genoemd de regeltjes. Van toepassing is het model splitsingsreglement 1992. Artikel 12. De wanden en de plafonds van de gemeenschappelijke gedeelten mogen niet worden gebruikt voor het ophangen van schilderijen of andere voorwerpen. En met de kerstmis dan? Ja, dat is net een... ik zal niet zeggen waar het op lijkt, maar goed. Echter, in het huishoudelijk reglement staat te lezen... Het aanbrengen van wandversiering... Meubelen of andere voorwerpen in de hal van de begane grond, daar woont u, is slechts toegestaan na verkregen toestemming van alle andere bewoners die gebruik maken van het betrokken portiek. Met andere woorden, als je het begane grond wat wil ophangen, moet alle bewoners het ermee eens zijn. Dat staat in het huishoudelijk reglement. En daar beroept u zich op. Ja, maar in het huishoudelijk reglement staat ook dat zaken als een splitsingsakte of een modelreglement altijd voorgaan. Voor een huishoudelijk reglement. Dan zou ik moeten zeggen, dan moeten we het huishoudelijke reglement even nu vergeten. Het modelreglement wordt heel helder. Van, het mag niet. Nee. Dan kan de algemene vergadering toestemming geven. Ja. Ook in het geval van Hanny. Dan is mevrouw er, want dan gaat ze naar de algemene vergadering. U voor gezeten. Maar dat heb ik er al enkele keren uitgelegd. En die kunnen dan met meerderheid van stemmen besluiten? Dat het mag. Ja, dat het mag. Ja, maar dat is wat ik al een aantal keren uitgelegd heb. Kom naar de algemene vergadering. Maak daar je punt... Dan heeft ze aan de helft plus één voldoende. Ja, natuurlijk. Ja, maar daar is ook helemaal geen discussie over. Ja, waarom gaat u niet gewoon naar de algemene vergadering? Ga ik ook. Ja, maar u neemt nou bij mij. Maar goed, de bloembakken, dat is volgens mij geen uitzondering op mogelijk. De bloembakken in het splitsingsreglement. De bloembakken, waar heb ik hem? Het is niet toegestaan kleedjes te kloppen. Nou, dan kan ik heel wat mensen... Over het balkon, hè? Je mag wel binnen doen, kleedjes slot, maar persoonlijk zou ik dat niet doen. Voorraden vuurwerk in de complexen op te slaan. Nou ja, van alles maar. Maar nu komt het. Wasgoed, planten en of bloembakken aan de buitenzijde van de balkons te hangen. En daar staat niet in dat er nog een uitzondering op mogelijk is.
Met andere woorden, dan heb je echt hier te maken met een hele harde regel. Ja. Mag niet. Nee. Maar begane grond, is het geen terras? Ja. Want het bevalt niet onder balkon. Dat ik het niet mag, dat kan ik begrijpen. Wat is een balkon dan? Onder een balkon wordt verstaan een omheinde uitbouw van de bovenverdieping. Dat staat in het woordenboek. Ik heb het eruit gehaald. Maar is het niet een klein beetje een advocatenverweer zo? Want, dat ik... Ja, luister, ik word dus door hun ook aangevallen. Ja, nee. Dat mag ik toch ook mijn zegje doen? U mag alles, ja. Je was nog niet aangevallen, hè? Nee, maar vorig jaar dus wel. En toen heb jij gezegd, als je ze nu niet weghaalt, krijg je op straffen van 100 euro per dag. 150. Nou, zelfs dan nog. Nou, en toen dat mijn buurvrouw zei van, je laat ze lekker hallen, die boete betaal ik wel. Want je doet er niemand kwaad mee. Ja, alleen kwamen toen de schilders, dus toen kreeg ik een stellage op mijn balkon. Dus ze moesten vanzelf wel weg. Ja, maar even terugkijken. Maar, ja mevrouw, ik wil niet flauw zijn, maar dit is opgenomen wat u net zegt. Ja, klopt. Toen kreeg ik een stellage op mijn balkon, zegt u. Ja. En toen heette het nog een balkon en toen had ik het niet opgezocht in het woordenboek. En dat heb ik nu dus wel. Beste mensen, ik ga over de zaak nadenken. Ik zie u al binnen een hele korte tijd terug in de studio in Hilversum. En dan zal ik u zeggen wat ik juridisch van de zaak vind. Ja, dat was oeps, hè? stel nou dat iemand in de gang iets op zou hangen wat u echt heel erg lelijk vindt. Ja, zou ik me daar niet doen? Zou u zich niet uitdrukken over mij? Nee, echt niet. Nee. Goed, wij gaan naar de uitspraak. Ik denk dat we nu genoeg weten. Voor wij naar de uitspraak gaan, nog even dit. Bent u het ook niet eens met de gang van zaken binnen uw vereniging van eigenaren? Dan kunt u bellen met 0900 1301. Moet Hanny de Jager de Venezolaanse creatie weer opbergen en haar bloemen binnenhalen? Of veegt meester Visser de regels van het bestuur onder het kleed? Hier is de uitspraak. Uitspraak in de zaak van mevrouw de Jager tegen de Vereniging van Eigenaren, meneer Van Hout. Ja, voor wat betreft de bloembakken moet ik kort zijn. Het huishoudelijk reglement is volstrekt duidelijk op dat punt. Bloembakken mogen niet buiten de balkons hangen. Hoe moeilijk kan je het maken? En mevrouw heeft nu eenmaal naar gewoon spraakgebruik een balkon. Ook al hangt dat boven de begane grond. Mevrouw, het mag dus niet. Oké. Voor wat betreft de wandversiering in de toegangshal ligt de zaak juridisch wat meer ingewikkeld. Want in het splitsingsreglement, de grondwet van de flat zal ik maar zeggen, is bepaald dat de algemene ledenvergadering beslist over het verlenen van toestemming. En dat kan dus met algemene stemmen. De bepaling in het huishoudelijk reglement, die er eigenlijk op neerkomt dat iedereen het ermee eens moet zijn, is veel strenger. Is met die bepaling van het splitsingsreglement in strijd en daarom niet geldig. En dat betekent dat de algemene ledenvergadering moet besluiten op een verzoek van mevrouw de Jager om ontheffing van het verbod om dat wandkleed daarop te hangen. Zegt de vergadering ja, dan mag het. En is het nee, dan is het nee. En dan moet het wandkleed weg. Nogmaals, hoe moeilijk kan je het maken? Dit is mijn uitspraak en daar zult u mee moeten doen. Dank u wel. Zo. Nou. Ja, gaan ze gewoon naar binnen? Zie je ze nog? Nou, u moet dus naar die vergadering, hè? Gaat u dat doen? Ja. Dus u hebt nog kans dat het gaat lukken? We zullen zien. U had dit niet verwacht, hè? Nee, maar ik vind dit eigenlijk wel goed. Prima. In alle gevallen gaat het modelreglement voor op het huishoudelijk reglement. Ja? Ik had het zo niet uitgelegd. Maar ik kan er goed mee leven. Goed. Nou, ik wens u sterkte en wijsheid bij alles. En dank u wel voor uw komst. U bedankt voor het kijken. Tot ziens. Nou. Wilt u ook een conflict aanmelden? Dan kunt u nu bellen. 0900 1301. Of schrijf naar de redactie. Postbus 120 10 1100 AA in Amsterdam.